even kijken naar deze nieuwe review. Dit keer vanaf de Rotterdamse kermis, in ieder geval op de Schiehaven. In ieder geval dit is dan de najaarskermis. Ja, het is iets minder dan de voorjaar. De voorjaarskermis is veel leuker dan. Dus natuurlijk krijg je weer leuke on-rides en off-rides zien van de attractie die op de Schiehaven staat in Rotterdam. Dus ik zou zeggen, goed voor deze review. Ja, dames en heren, in deze review starten we hier bij de Crash Test. Het is een type spinning coaster gebouwd bij Zampella. Sommigen zeggen CDL, maar dat is het niet. Ja, maar je kan het zien dat het gebouwd is bij Zampella door dit beugelsysteem die hier zit. En ja, eigenlijk het kopgedeelte. En natuurlijk laat ik hier weer hier leuke off-ride en on-ride beelden van zien. Ja, dames en heren, tevens is dit de kleinere versie die gebouwd worden. En dan heb je eigenlijk ook nog een grotere versie. Dan heb je eigenlijk een paar bochten boven op de bovenste etage meer. En tevens ook op de onderste etage heb je dan een paar extra bochten bij zitten. Waar je dat sowieso ook kan zien. Ik weet niet of je dat zo kan zien. Maar bij de grote versie heb je een dubbele gedeelte waar je omhoog gaat. En bij de kleinere versie, dus deze, niet. Dat is dus de kleine versie, dus heb je hier wat bochten minder. Heb je in principe bij de grote 3, hier 2. En dan laat ik jullie zo meteen zien. Want nu gaat de coaster vallen. En dan heb je hier in één keer dat je omhoog gaat. En bij de grotere versie ga je 2 keer omhoog, zeg maar. En dat is dus eigenlijk het verschil. En dit is ook tevens, vind ik, wel de mooiste eigenlijk. Van de spinning coasters die we hier in Nederland hebben. En deze is dus van Zampella en niet van CDL of CDL uit Frankrijk, maar lekker uit Italië. Ja, dames en heren, na de crash test van Hendrix gehad hebben, gaan we door naar de volgende attracties. Dan ga je het even eens. Die kant op. Ja, dames en heren, we komen nu bij de Ghost Villa aan. Tevens een hele mooie spookhuis. Vroeger heette hij namelijk Ghost Roller Coaster en wordt hier verpakt onder Sipna. Een all-ride kan je natuurlijk vinden op mijn YouTube kanaal Rick Onings. En het leukste is, deze is tevens gebouwd door Mondial. Hey, leuk feitje. Dus we gaan nu door naar de volgende attracties. Ja, dames en heren, en zo komen we nu aan bij de Booster Max van de Woo. Hier tevens zonder achterwand, maar ja, daar heeft hij al wat vaker gestaan. Natuurlijk kan je een all-ride vinden op mijn YouTube kanaal, Rick Onings. En tevens is deze gebouwd bij Fabri en er liep net Vincent voorbij. Ofwel, dat betekent dat de Patrick RH hier aanwezig is en tevens ook Kelvin Kermis. En natuurlijk kan je een leuke all-ride dus van deze Booster Max van Fabri vinden op mijn YouTube kanaal Rick Onings. En hier laat ik jullie weer wat leuke off-ride beelden van zien. Oh ja, dames en heren, deze staat tevens bij mij op nummer 3. Deze Booster Max van Van der Voer.
Op nummer 2 staat bij mij nog steeds die van Ordelman. En op nummer 1 staat bij mij die van Hoefnagels. Omdat hij heel mooi is afgewerkt in de paal. En dat tevens eigenlijk ook bij Ordelman. Maar ik vind de ritten bij Hoefnagels iets beter dan bij de Voer. Sowieso bij de Voer, maar ook bij Ordelman. Oké, Ordelman draait allebei de kanten op. Op verschillende tempo's. En dat doet deze ook. Oké, die van Hoefnagels dan niet. Maar die draait wel afwisseling in de ritten. Dus ik zou zeggen, geniet van deze mooie off-ride. Deze zijn trouwens op de kermis van Nijmegen, Roosendaal. Als goed is ook op de voorjaar van Rotterdam tegengekomen en herdenk andere attracties. Dus dat kan je allemaal zien in andere reviews of losse onrides van deze Booster Max. Ja, dames en heren, naar de Booster Max van de Voer gehad hebben. De bar bij Fabri, leuke feitjes, schouw door naar de volgende attracties. Ja, dames en heren, en zo komen we nou aan bij een van de slechtste breakdansen. Sowieso in de rit, de shows zijn echt niet goed. Maar dit is dus tevens de breakdance 3 van Hoefnagels. En dit was tevens ook hun allereerste breakdance. Dan dat ze deze ook part 1 noemen. En de breakdance 1, die uit Bobby Island komen, tevens ook de part 2. Dat het namelijk de tweede breakdance is. En dat is type 1, dus breakdance. En dit is nummer 2. Dus iedereen die ook weer wat leuke off-ride en tevens ook on-ride wilde van zien. Showloze ritten. Geen jingle, geen microfoon. Echt helemaal niks. Alleen maar een beetje met het licht spelen kunnen ze. En verder eigenlijk niet. Echt doodzonde. En oh ja, als jullie mij horen. Deze heeft deze een paar jaar geleden bij ons in Roosendaal gestaan. Op de oude markt. En dat is dus een beetje van... Ja, begin hard draaien met schijven, met de kruisen en dan houd je eigenlijk gewoon een beetje constant aan. En er zit eigenlijk gewoon geen afwisseling in de rit. Precies hoe je het nu ziet. Zo blijft het eigenlijk gewoon de hele tijd draaien. De andere hoefnagels.
Alleen als part 2 van Hoefnagels beter dan deze. En veel beter. Ja, dames en heren, na de Breakdance 3 van Hoefnagels gehad hebben, in ieder geval. Ja, het waren gewoon slechte ritten. Ja, maar ja, dat is altijd zo hier op deze Breakdance voor Hoefnagels. Ritten hartstikke slecht, shows, helemaal niks. Alleen maar normale muziek, geen singeltje, geen microfoon, echt zonde. Gaan we door naar de volgende attracties. Ja, dames en heren, en ze komen nou bij de volgende attractie aan. Dat is tevens de Project One van Sidma en Bartling. Dit is tevens hun allereerste project. En de Ghost Villa was tevens hun tweede project. Dus ook hier laat ik jullie leuke off-ride beelden van zien. Oh ja, en tevens, het is Halloween. Dus dat betekent dat hier op de kermis ook allerlei scare actors rondlopen. Nou, ik zou zeggen, geniet van de off-ride beelden van de Project One van Sipka en Bartling. Is dit mijn favoriete Efteling qua afwerking. Oké, ritten kunnen wel iets beter, maar qua afwerking is dit mijn favoriete. Maar als het gaat om ritten en shows, dan moet je toch de Efteling van Toon van de Weert hebben. Dat is tevens echt de beste in de ritten en de shows. Maar dit is de mooiste qua afwerking. En natuurlijk kun je allebei de allrides vinden op mijn YouTube kanaal Rick Konings. Deze tevens van de Roosendaalse kermis, want die heeft bij mij in Roosendaal nog gestaan. Natuurlijk de Chaos van Toon van de Weert in Tilburg en in Breda en alle andere kermissen dus. Terwijl we hier lekker op uitschommelen en gaan we door naar de volgende attractie. Je hebt een lichaam, je hebt een lichaam, je hebt twee aan de leiding. Kom op, er één. Juist, nog een keertje, kom op. Blijf door, blijf door. Ja, dames en heren, en zo zijn we nou bij Lost Escape Adventure aangekomen. Eigenlijk een soort van escape room, maar het is meer een walkthrough.
Ik doe hem liever niet. En hij is natuurlijk geëxporteerd bij Kukkukkie. Nee, het is geen boerderij. Het is gewoon bij de Haan. Deze ben ik ook tevens in Nijmegen tegengekomen. Ook hier in Rotterdam. En een paar andere kermissen. Hier valt eigenlijk niet veel over te vertellen. Het is meer een belevenis. En ook hier hebben ze vuur. Effecten. En nou, speciaal vanwege Halloween hebben ze eigenlijk buiten een paar leuke poppen neergezet. Dus die zal ik ook zo laten zien. Naar de Los Escape Adventure van de Haan gehad te hebben. In ieder geval een beetje een Halloween stijl. Gaan we door naar de volgende attractie. En die staat tevens hier recht tegenover. Dat is tevens de Disco Tray. Een type module. In ieder geval ik heb nog nooit zo eentje gedaan. Maar deze is tevens gebouwd bij Sobeima. En ook hier laat ik je een leuke off-ride en on-ride beelden van zien. En deze wordt tevens geëxporteerd bij Korte. Zo op deze toon. Je valt er gewoon echt zo bijna in slaap, man. Zelfs een rupsbaan is veel beter dan deze module. Echt. Kan toch niet. Het is nog wel gebouwd bij Sobeima. Terwijl ik van Sobeima wel beter attracties ken dan dit. Ja, dames en heren, naar de Disco Tray van Korte gehad hebben een type module gebouwd bij Sobeima uit Frankrijk. Gaan we meteen door naar de volgende attracties. Thank you.
dames en heren, we zijn nu aangekomen bij de Power Wave. Dit is een type Monster 3, gebouwd bij Schwarzkopf. Nee, we gaan niet douchen. We gaan zo meteen Monster 3 doen, ofwel de Power Wave van de Veen. Deze ben ik tevens als laatste nog tegengekomen op de kermis van Eindhoven, ofwel Park Hilaria. En natuurlijk kan je een onride van deze mooie polyp op mijn YouTube kanaal vinden, Rick Onyx. En natuurlijk laat ik hier ook weer wat leuke onride en ook offride beelden van zien. En eigenlijk vind ik dit wel de mooiste Monster 3 polyp die we hier in Nederland hebben. Oké, in de ritten kan hij wel nog wat beter, maar dit is wel tevens de mooiste met de verlichting die erop zit. En ja, die van Hals van Tol is eigenlijk gewoon in de ritten het beste, maar dit is steeds wel de mooiste. Ja, dames en heren, na een redelijke rit gehad te hebben, in ieder geval deze moet echt hebben van de decoratie en dergelijke. Toch, ja, die van Hals van Tol echt van de ritten en van de shows. Gaan we tevens door naar de laatste attractie. En dat is tevens de Space Jam die hier staat. Deze is tevens nieuw voor dit jaar hier op de kermis. Dit is eigenlijk een soort van Starflyer. En dit is tevens gebouwd bij Funlight. En sommigen zeggen AK Rides, maar nee, deze is echt gebouwd bij Funlight. En hier laat ik hier natuurlijk een hele leuke on-ride beeld van zien. Een paar off-ride shotjes. Oh ja, en nog een heel leuk feitje is dat deze wordt geëxporteerd door Albus Amusement, ofwel voorheen ook bekend om de Superstar. En de Superstar was tevens gebouwd bij Super Ride. Een heel leuk feitje. En als ik eerlijk mag zeggen, hij ziet er best wel leuk, kleurrijk en stralend uit. Deze Starflyer. Ik zou zeggen dat hij ongeveer zo'n kleine 35 meter hoog zal zijn. Ofwel, dit zou echt wel perfect zijn voor hele kleine kermissen. Die niet per se zo'n hele grote Around the World Starflyer van Van der Beek zou moeten hebben. Maar gewoon lekker deze kleine Starflyer. Ofwel Space Jam. Yeah.
Nou vliegen we eigenlijk een beetje halverwege, waarschijnlijk gaan we zo meteen weer terug naar boven. Ja. En daar gaan we waarschijnlijk dan weer zakken. Ja, dames en heren, na een rondje op de Space Jam gehad te hebben van Albert Amusement. In ieder geval, het is wel een soepele starflyer, ofwel een flyer tower, of hoe het AK Rides het noemt. In ieder geval, wat ik dus nou heb begrepen is dat de constructie door AK Rides is gebouwd. Maar de verlichting die erop zit, op de gehele toren en op de armen, is dus van Funlight. Dus dat heb ik dus eigenlijk begrepen van de exploitant. Dus ik dacht dat het echt de gehele attractie gewoon van Funlight was, maar dat was het dus niet. Funlight heeft dus gewoon de verlichting erop gezet, maar de toren en de rest van de constructie is dus gewoon van AK Rides. Dus ook van zo'n soort leuke feitjes vind je echt wel even hier. Hier op dit YouTube kanaal, Rick Onings. Ja, dames en heren, hierbij hoop ik weer dat jullie hebben genoten van deze review van de Rotterdamse najaarskermis. Ja, het zijn wel wat leuke zaken, maar ja, sowieso wel wat minder dan de voorjaarskermis. Maar ja, natuurlijk Space Jam was een leuke Starfly om te doen, Crash Test stond er. Echt wel lekker soepel. En die is echt van Zampla en niet van Stadio. En natuurlijk de Booster Max die hier stond. Ook al stond hier de breakdance van Hoefnagels. Ja, gewoon echt van hele slechte ritten gehad. Slechte show. Ja, was gewoon waardeloos. Natuurlijk Project One, een hele mooie afterburner. Natuurlijk gebouwd bij KMG in Nederland. Dus vergeet natuurlijk niet het blauwe duimpje omhoog te doen. Natuurlijk op het belletje te klikken. En als je nog niet geabonneerd was, natuurlijk abonneer op dit YouTube kanaal voor Rick Konings. Om lekker up-to-date te blijven van kermissen, pretparken, van reviews, vlogs, all-rides en off-rides. En natuurlijk ook sinds kort ook brand reviews. En vanaf hier, vanaf Rotterdam, Schiehaven, najaarskermis, zeg ik tegen jullie doei, punt. En oh ja, als ik deze kermis een eindcijfer zou moeten geven, zou ik een 7,6 geven. Ja, de opstelling was een beetje belabberd, ja, maar het zei het zo. Maar nu zeg ik echt gewoon tegen jullie, doei, punt.